Dus kijk jongens. We gaan weer een filmpje shooten. Kijk mee voor gezellig. Ja hoor, we zijn er weer. Welkom bij het ADO-journaal. We zijn in Kopenhagen, Koop Schrijvers en Maarten. We zitten hier in onze grote, nou wat zal het zijn? 6 vierkante meter, 10 vierkante meter kamer in een hotel midden in het centrum van Kopenhagen. Weer vlakbij het Tivoli Park. Ons eerste uitje dit jaar. We gaan dit jaar naar Kopenhagen tegen Juventus. Dat is de loting geworden. Dus nou, we gaan jullie de komende dagen nog wel even op de hoogte houden. Ritjes achter de rug, we gaan nu even de stad in. Misschien maken we daar nog een filmpje, maar morgen is de wedstrijddag. Geniet ervan. Laters! Nou, je ziet het is een mooie zonnige dag vandaag, hè? Maartje of 15. Regent in Nederland. Uurtje of 3 in de middag. De keer is helemaal verkleurd. Goed aangeslagen. Ja. De man probeert weer weg te vluchten. Ja, lukt niet. We zijn de Geerse geboorteplaats geweest. Dat is een wijk hier in Kopenhagen. Daar zitten echt alleen maar echt ongelooflijk. We mochten niet filmen, dus dat zie je niet. Christianiani of zo, weet ik het hoe het heet. Nou, als je zin hebt in een junkerreis, moet je daar maar een keer heen gaan. Dat is echt, echt een grote tip. Ik denk niet dat je nog terugkomt, maar het is een beetje een vrijbuiters wijk hier in Hamburg. Hamburg, Kopenhagen, maakt het uit. Oh, en ja, we zijn er nog geweest. Ook zo ver. Alberto, pezzo di merda. We zijn hier in het stadion in Kopenhagen en dit is Jamma, Doepio. En tomorrow is his birthday. So we give Jamma a present. Thank you. This is a present for you from all the 5 of us. So we make a picture later. But this is a present from us. So show it to the audience. Look in the back. Thank
size. Okay, the focus. Yeah.
Dat is wel een hele grote. Oh ja, dat gaat goed. Hallo vriend, blijf jij zitten lekker in je rijtje. Long op. Kun je er even aan? Het groep wordt schuif, die had ik mee. Dank je, ook klaar.